Dames en heren, beste Leon, wij hebben eigenlijk al bijna 30 jaar een relatie. Maar die relatie die is een beetje op afstand. En dat komt zo, dat komt eigenlijk via mijn vader, Hugo Liete, die ook aanwezig is. En mijn bompa, Calix Liete, die jammer genoeg overleden is. Maar die een werkmakker was van Leon, vroeger bij de RTT in Hasselt, zoals ze dat zeggen. En mijn vader is een kunstliefhebber, schildert zelf ook, maar hij is er veel te bescheiden over, ik mag dat niet zeggen, zegt hij. Maar hij doet dat wel, heel mooi. En hij is een kunstliefhebber, dus thuis lagen altijd kunstboeken. En heel dikwijls lag er, en dat herinner ik mij als meisje, een boek van Leo Engelen, waar mijn vader dan in aan bladeren was, op zoek naar inspiratie, en waarin ik ook regelmatig meekeek. En dat boek gaf ons altijd een stukje mijmeringen. Mijmeringen naar ook het leven zoals het in Limburg was. Wel een hard leven, als we het moeten vergelijken met het comfort waarin we vandaag leven. Een hard leven, maar als je later in een comfortabele zetel daarnaar terug kunt kijken, dan zie je de mooie dingen. En dan zie je het landschap en de mensen en de dieren die door Leo prachtig, prachtig neergezet zijn. En Leo heeft daar altijd heel hard aan gewerkt. Want de schilderijen die Leo maakt, dat zijn geen schilderijen die je op een half uur neerzet. Dat zijn kunststukjes waar lang over nagedacht is, waar de compositie helemaal uitgewerkt is, waar de figuren en het landschap prachtig in detail is neergezet. En dus als je kijkt naar het fantastische oeuvre dat Leo al heeft geschilderd op al die jaren tijd, dan zie je dat hij een harde werker is en dat hij echt fantastisch hard gewerkt heeft om ons dat allemaal na te laten. En daar wil ik Leo, en ik denk dat ik dat mag doen, ook in jullie naam allemaal, heel hartelijk voor danken. Hij zorgt ervoor dat er prachtige kunst is waarvan we kunnen genieten, waarvan we ook een beetje kunnen mijmeren en een beetje onze geschiedenis en de geschiedenis van onze families en onze gezinnen, onze stamboom, waarin we die terugzien en waarbij we een klein stukje vasthouden, de oorsprong en het leven van ons Limburg. Heel hartelijk bedankt, Leon.